Is vandaag feest in de Nieuwe Tijd studio, want uh, Want to Know is op bezoek en ze bestaan 15 jaar. Het is vandaag 8 december, een belangrijke dag, een mijlpaal in, ja, in de geschiedenis van deze site. En Guido Jonkers is op bezoek en ja, we zijn blij dat ze dat er zijn. En ja, zijn vrouw is er ook, maar Guido, fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. En heel fijn om eens uh, met elkaar erover te praten, want uh, het is het best wel waar. Er gebeurt natuurlijk een hoop. Er zijn tegenwoordig een hoop uh, collega's, die ik niet echt als concurrenten zie, maar fijn dat ze er zijn. Ja, dus uh, uit de tijd dat we begonnen, in 2008, uh, toen was er Nieboeru en nog een paar andere. De Lange Mars was er al, dacht ik. En uh, uh, ja, nog een paar andere, maar klein. En uh, het internet was eigenlijk nog maar net een beetje van de grond, hè, jaren 5, 6. Dus uh, ja. ja. Dat was een beetje de tijd van, van toen, Niels. Ja, ja, precies. Ik lijk al een oud vent. Nou ja, ben ik ook ondertussen geworden hoor. Maar uh, nou, ik ja. heb de, de studio een beetje feestelijk aangekleed. Nou, dat zou ik dus kunnen zien. Uh, wat feest, slingers. He? Ja, nou ja, goed. Het is ook wel het uh, overdenken waard. Even ja. het punt, om even stil te staan. Dat uh, ben ik helemaal met je eens. 2008 is het allemaal begonnen. <tom> uh, 8 december, dus vandaag klopt het precies. 15 ja. jaar. Ja. Uh, veel mensen hebben jou toen ook gevolgd. Veel, veel schrijvers zijn erbij gekomen op jouw platform. Ja. Uh, dat heeft ook veel uh, teweeggebracht bij mensen. Nou, dat was heel bijzonder, want we hebben geprobeerd om de, de Amerikaanse site one2know.info, die trouwens nog steeds de moeite waard is om te bezoeken, hebben we geprobeerd om na te, na te, te, te kopiëren in het Nederlands te vertalen, laat ik het zo zeggen. Tessa Koop en ik de, stonden aan de wieg van Wantenau. Uh, ja, toen we dat daarmee bezig waren, hadden een paar werkstudenten gevraagd om stukken te vertalen. Want het waren hele lange rapporten die Fred Burks, de oprichter van de Amerikaanse site, ook had uh, verzorgd. Om die te vertalen. En dat, uh, nou, dat lukte allemaal. Die staan trouwens nog steeds allemaal erop over 9-11 enzovoort. Maar wat gebeurde er in februari 2009? kwam de vaccinatiecampagne ineens op gang. En met name Desiree Reuver, die was daar uh, heel erg uh, uh, in oppositie. Van, jongens, wat zijn we nou aan het doen? Het klopt niet. Zij kwam met een boek uit. Uh, uh. En uh, ja Tessa die vroeg daar heel veel aandacht voor. Ik ben ook gaan lezen en op een gegeven moment zeg ik... nou, dan gaan we gewoon uh, daar stukjes over maken. Ja? Dus zo langzamerhand zijn we Nederlandse stukjes gaan maken. En we kwamen erachter dat er zoveel materiaal ook uh, aanwezig was... Uh, om, om zelf een eigen site te maken. Dus uiteindelijk heeft wanteno.nl.be een hele eigen een Nederlandse karakteristiek gekregen. Ja, exact. Ja. Ja, we, we, we laten jouw logo ook even in beeld zien. Uh, veel mensen herkennen dat waarschijnlijk wel. Die ook in die tijd al gezocht hebben naar nieuwe informatie. Uh, want je, je hebt een heel divers uh, platform. Ja. Uh, Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid op in. Maar eerst even uh, toch een beetje zo'n human interest vraag. Ik ga hem toch stellen. O, 15 jaar. Alternatief nieuws, hoe voelt dat nou eigenlijk? Ja, nou ik heb niet zo het gevoel dat het alternatief nieuws is, weet je. Het is gewoon onbesproken nieuws. Het is nieuws wat is blijven liggen, nieuws wat essentieel is vaak en wordt weggemoffeld. En dan doe ik alweer een stap die kant op. Dan zeg ik, ja, waarom is dat zo essentieel voor bepaalde groepen om informatie weg te houden? Terwijl die essentieel is, dan moet er dus iets achter zitten. Daar zit dus een bepaalde kracht en dynamiek achter die niet deugt in mijn oog. En die het er niet uh, prettiger voor maakt voor, voor burgers en voor ons allemaal, gewone mensen, om, uh, om te leven. Ja. Je leven wordt aan diverse kanten, zonder dat je ergens hebt gedwarsboomd, om het zo maar even te zeggen. Heel kort door de bocht misschien, maar... En ja, als je daarvan weet, dan kun je je wapenen, dan kun je denken potverdorie. Dus op een gegeven moment kwam ik bij de gedachte van Wantano is een site die mensen waarschuwt voor belemmeringen. En die hem wil bekrachtigen in bewustzijnsontwikkeling, want daar kom je dan uiteindelijk toch op. Het gaat om een persoonlijke groei, enzovoort, enzovoort. Dus die twee componenten: ontkrachting en bekrachtiging, die zijn eigenlijk essentieel voor one to know. Ja, want uh, dat is ook waar ik naartoe wil. Uh, ik, voor veel mensen die uh, door krijgen dat er iets niet klopt, die uh, gaan dan in verzet of ze gaan iets doen, ze willen een site beginnen of een podcast beginnen. Wat was voor jou de aanleiding dan om met One to te beginnen? Nou, dat is heel grappig. Op een gegeven moment er was er allerlei rumoer tussen allerlei mensen die, die dingetjes wilden doen. Eind jaren 80, begin jaren 90. En op een gegeven moment, ik geloof ergens in, nou uh, ah, ik zeg het verkeerd, in de jaren 90, vanaf 95, toen dat het internet kwam. En uh, begin 2000 ergens toen hebben we een meeting gehad uh, bij Van der Valk in Maarsen. We hadden een zaaltje gehuurd en daar waren heel veel mensen uh, die alternatieve denkers, zeg maar. Daar was Ronald Jan Heijn, daar was uh, Lange Frans, daar was uh, Anton Teuben, er waren heel veel mensen, Erwin Ed, van Mossel geloof ik, jongen de filmmaker, enzovoort, enzovoort. En, uh, en we zaten te brainstormen over wat mogelijk zou zijn. En ik had de avond ervoor, was ik toevallig op Antonio.info teruggekomen. Ah. En toen was ik aan het zoeken en ik kwam bij de mission statement. En ik denk, nou, dit is precies wat wij willen. Dus ik draaide dat uit, ik las dat voor. En ja, alle mensen enthousiast. Ja, dat zoiets moeten we hebben. Ja. En uiteindelijk een uh, um, 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 paar weken verder, drie, vier, vijf weken verder... toen kreeg ik een belletje van Tessa Koop. Die zegt, ja, gaan we nou nog wat doen of niet? Ik zeg, ja, ik zit ook te wachten, want iedereen was zo enthousiast. Ja, zegt ze, maar dan kunnen wij toch vast beginnen. Dus zo, zo, zo is het gekomen. Dus ja. toen zijn we gaan praten en toen hebben we een webmaster gevraagd... een vriend van onze familie, die, uh, die jongeman die hartstikke uh, ja, wissert en uh, die maakt een prachtige site voor ons... En uh, met wat instructies, WordPress, zijn we gewoon aan de slag gegaan. En uh, ja, nou ja, goed. Het, uh, het einde is dat we nu 15 jaar in de lucht zijn. <laughs> ja. Maar er, er zat dus ja. eigenlijk al een, een, een vrij gestructureerd plan achter. Er waren mensen betrokken al bij jou. Nou, er waren die mensen die dus in, in de, bij die bijeenkomst waren. En ook mensen die daar niet bij waren. Die ook al wel overal in allerlei media verschenen. Die, die, uh, ja, die, die vonden het ook geweldig. John Consumulde bijvoorbeeld. Die, uh, die altijd uh, voorop liep met dingen. En uh, neuropsychologen. Uh, we hadden Arend Zevat, die op een gegeven moment columns is gaan maken elke week. Die, en mensen kwamen gewoon met spontaan met artikelen. zijn die willen het dit plaatsen enzovoort, weet je wel. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En uh, ja, zo, zo, zo kwam er gewoon een basis op basis van waarvan we verder konden bouwen. Ja, Je noemde het al uh, Fred Burks, dat is dus de, de, de initiatiefnemer in de VS ja. uh, van ja. Want To Now. Uh, wie, wie, wie is dat eigenlijk? Nou, het, was een, uh, het is een uh, hele, hele erudite jonge, hele lieve man. En uh, hij was presidentieel vertaler Maleis. En. Uh, uh, hij hij uh, heeft in 2001, toen uh, George Bush junior met uh, hoe heet ze? De, de president van, uh, van Indonesië sprak, Mega Putri, Suwana Putri of zoiets, dat, uh, okay. dat was de president. En daar heeft hij bij gezet. hij heeft dat gesprek vertaald. En toen heeft hij dingen gehoord waarvan hij dacht van, nou dat is uh, heel bizar wat ik daar hoor. Yeah. En een paar weken later toen kwam de geheime dienst of iemand van het Witte Huis van personeel. en zegt... Fred, we hebben besloten dat jij en nog een paar andere vertalers moeten aanvullend geheimhouding tekenen. Nou zegt hij, ik heb een vertaalcontract en ik heb heel geheimhouding genoeg. Hij zegt, ik hoef niet mijn hoofd nu door een strop te steken waarvan jullie straks zeggen... oh, we gaan Fred Burks eens eventjes aan het touwtje trekken. Uh -huh. En toen hij, heeft hij gezegd: Nou, ik wil dan weg. Dan ga ik weg. Dan ga ik niet mijn contract verlengen. Dan mogen jullie hem afkopen. En uh, dat is gebeurd. Toen is hij thuis verder gaan lezen over die materie waar hij van gehoord had. En toen kwam hij eigenlijk op het pad van allerlei verborgen nieuws. Waarvan hij dacht: van Jongens, wat ligt er eigenlijk heel veel niet in het, uh, in het bereik van mensen? Ja. Wat essentiële informatie is. Nou, en toen dacht hij: van: Ik ga dat eens categoriseren. En al snel kwam hij op het idee om die website te maken. En ik geloof in 2003 is hij begonnen met wanternoop.info. En dat bestaat en, nog steeds. En dat bestaat nog steeds. Ah, okay. ja, hij heeft inmiddels de opvolging van een, 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 een college-student, een, een graduate, een, een, een vrouw. En uh, die, is, die gaat het maar zeker van hem overnemen. Dus, uh, maar hij bestaat nog steeds. En het is echt de moeite waard. Want er staan echt artikelen op, net zoals bij Wantenhoe in Nederland ook. Die gewoon zo essentiële informatie bevatten dat je denkt van wauw. En liepen het? die, die informatiestroom een beetje parallel? Uh, waar jij mee bezig was en waar hij mee bezig is? Nou, in groots en kansen zeggen ze dan, hè, in Groot-Hollands, in grote lijnen wel. Maar um, uh, ja, de, op, op, op landelijk niveau hier in Nederland speelden natuurlijk zaken die hij, waar hij ook niks van af wist. Die wij gewoon, dus, wat ik straks vertelde, ook, uh, um, ook zijn gaan, gaan, gaan publiceren enzovoort. Maar wel grote zaken, zoals UFO-conspiracies, weet je wel. Uh, um, uh, de UFO-files en dat soort dingen meer. Uh, ja, echt grote wereldlijke zaken, zeg maar. Die, uh, en ook spiritualiteit, spiritualiteit. Bewustzijnsontwikkelingen die, uh, waar hij over schreef. Ja, dus ja Wat ik wel knap vind, is dat, uh, want, want je ziet nu een hele beweging van de nieuwe media die op gang komt, dat is vaak toch uh, ja, wel, wel vaak maatschappelijk gedreven, de informatie, laat ik het zo zeggen. Uh, maar jij was in die tijd, dat was in 2008, was je met, al met, met, met toch een beetje met occulte zaken bezig, ook spiritualiteit. Ja. Uh, conspiraties uh, kwamen aan bod. Ja, dat was toch wel een beetje voor het publiek. Uh, Daar was je toch wel een beetje van het padje, zeg maar. Nou, ja, dat maakt mij niet zoveel uit hoor, wat het padje van mensen van het <laughs> padje vinden. Maar ik, het lag wel op mijn pad om uh, dat, uh, dat uh, voorbeeld dan maar eventjes bij de kop te pakken. Ik ben vanaf jongs af van al heel erg in spiritualiteit geïnteresseerd. Ik heb een commerciële opleiding, ben eigenlijk een marketingman geworden. Dus ik heb met die twee werelden heb ik behoorlijk wat af moeten wegen, weet je wel. Van hoe zit het nou in. Maar het is altijd een goede prikkel geweest voor mij om, om, om mezelf te ontwikkelen en mezelf uh, scherp te houden. Maar uh, ja, toen ik met Wonteno begon met Tessa. Tessa is een heel spiritueel mens. Uh, was ze ook al. Um, en is journaliste geworden. Maar Tessa is uh, op een gegeven moment na drie jaar gestopt. En gezegd, ze, ja, ik, ik vind dit toch niet. Het is niet mijn pad. En Tessa is uiteindelijk Cosmic Woman geworden. En mensen die niet weten waar ik het over heb, moeten maar even kijken. Tessa kopen Cosmic Woman. Ja, we hebben ook een plaatje van haar. Uh, Laten we wel even zien. Exact, ja. exact. Ja. 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 En... Uh, ja, Tessa die is uh, zeg maar die kant op gegaan. En is vooral met de vrouwelijke spiritualiteit bezig, uh, bezig gegaan. Dus het zat ook een wel een beetje in ons wichi het hoor. En ik heb het altijd wel uh, voorbij zien komen in het begin. En toen dacht ik, nou ja, ik moet het een beetje weghouden. Maar de, de urge die was er gewoon, weet je. En op een gegeven moment heb ik een methode gevonden om het te, te mergen, om het, om het zeg maar, samen te doen smelten. En kwam ik dus op de tekst die ik daar straks heb gezegd: van uh, er zijn, uh, er is dynamiek in de wereld die jou ontkracht. En er, zijn, uh, uh, er is materiaal wat jou bekrachtigt. Ja. En het is aan ons om mensen dat aan te reiken. En uh, ja, gewoon aan mensen aan te bieden. Zeg van ja, dit, dit, uh, dit is van een of de andere kant. Ja. Maar het lijkt me toch best wel lastig. Omdat je het in, in, in die periode al uh, aan het voet ligt te brengen. Want ja. kijk, nu is er een grotere golf die daar klaar voor is. Maar toen was het echt voor een veel kleiner selectie publiek hè ja. en, en uh, dat lijkt me toch niet makkelijk. Nee, nou ja, wat grappig is is dat Fred Burks zelf ook een hele spirituele uh, kerel is. Op zijn site stonden ook een aantal artikelen die ik heb uh, heb vertaald. Uh, schaduwkant uh, is iets van schaduw mensen kunnen op de site kijken. Ik weet dan of misschien kunnen we hem straks op, onder, de, onder de onder de onder de de, uitzendingen, het, 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 de link leggen geven. Maar Fred heeft een mooie verhaal gemaakt over de schaduwkant van het leven, het donker en het licht. Ja. Wat toch zeg maar het grote het grote de grote dynamiek is in deze wereld van die en uh, dat, zijn dan, dat waren dan mooie hulpmiddeltjes om dat toch te doen. Want ik, ik voelde gewoon dat dat heel essentieel was. Want ja, we, we lopen op deze aardkloot rond, maar we, eigenlijk zijn we continu onze ziel, ons, ons, onszelf aan het bekrachtigen, onszelf laten groeien. Door heftige processen, door gelukkige processen, door liefdesprocessen en alles. Maar dat is toch wel een beetje de essentie. Ja. En uh, dan zou je zeggen: ja, wat ben je ver aan het, aan het wegdraven van de site? Maar dat is niet zo. Want het is, je bent natuurlijk dag en nacht met die site bezig. Want dat moet je niet onderschatten. Dus je, ja, je moet iets in jezelf vinden waarvan je zegt: ja, weet je wel. En, en, en uh, ja, dat vond ik op die manier. Kon ik dat uh, uiten? Wat ook toen Tessa weg was. Ja ja ja, 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 ja. Wat was jouw grootste motivatie uiteindelijk? Nou ja, motivatie die, die voel je van binnen. En voordat je die eigenlijk heel goed door hebt wat het dan is, is het toch een kwestie van mensen dingen aanreiken. Omdat je, uh, als je heel diep graaft, is het een, een, een kwestie van niet tegen oneerlijkheid kunnen, tegen bedrog en uh, manipulatie. Dat je ziet dat mensen gewoon alle kanten op besodemieterd wordt. Uh, als je kijkt naar, naar het artikel, wat ik op, er ook op de staat over de, de google patent je, google, Als je googelt op patenten voor televisie, dat staat op, op, op de site, je kunt het via de zoekmachine vinden. dan zie je dat er gewoon patenten zijn om televisie en elektronische media te manipuleren. op een manier waarbij er regelrechte mind control plaatsvindt. En dan is het bizar, want dan ga je dus uh, concluderen dat de machten, krachten achter de schermen, waar ik het altijd over heb, dat die dus ook nog heel hebberig zijn. Net zoals met 9-11 dat ze gaan gokken op de aandelen Delta Airlines. Ja, 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 ja. Dat, weet je wel. Dus daar zit, zit zoveel hebzucht ook nog eens achter. Maar het gaat vooral om de patent om, om de menselijke geest te knechten. Heeft jouw leven ja. nadat je Once and Noob bent begonnen heeft het behoorlijk op de kop gestaan of viel dat mee? Nee hoor, dat viel wel mee. Want ik, ik had hiervoor een bedrijfje, dat, dat, daar was ik al weg van. Dat had ik al verkort, een klein, klein, een klein bureautje. En uh, met twee medewerkers hadden het overgenomen. En uh, ik liep al een jaartje rond van: wat ga ik doen? En toen kwam ik inderdaad in die vergadering waar ik het straks over had. En toen dacht ik: ja, daar, daar wil ik wel investeren. Dus ik heb wat centjes daarin kunnen stoppen. Uh, met de ontwikkeling van de website en zo. En uh, nou ja, tegenwoordig zijn er heel veel mensen die, die uh, nou steunen. Dus uh, ja, het houdt zichzelf in. Uh, hè? Het is een, 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 een dynamiek die zichzelf op gang houdt, gelukkig. Ja. ja. Um, maar dan is er wel een moment dat je op een gegeven moment uh, na een aantal jaar toch een van de grotere spelers bent in dat veld hè, van die alternatieve media. Ja. Uh, uh, hoe, hoe, hoe was het in die tijd? Dat je, dat je merkte van, hey, dit, ik heb nu iets te pakken, formule uh, dat, 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 daar zit wat, dat, ja. dat, daar zit de potentie. Het is wel de aard van het beestje om voorop te lopen. Ik, 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 dat heb jij. Ik, ik, ben, ja, ik ben in de jaren 2000 ben ik met duurzaamheid bezig geweest. Op een manier ook met bedrijven en grote bedrijven hoor. Die dat ook. Maar ik snapte dat dat, dat, dat iets is wat wij moeten omarmen. Wij moeten zorgen voor evenwicht en balans. Met, hè? Dus, en ja, daar ben ik toen met het marketingbureauetje wat ik had, ben ik daarin getoken. En ik heb met heel veel mensen daarover gesproken. Ik ben daar lid van geworden van een landelijke club die dat uh, wilde, antameren. Dus ik loop dan voorop in dat soort dingen. Dus met Want nou heb ik dat ook uh, beseft. En uh, wat dan altijd wel mooi is, dat je het van binnen beseft dat je het leuk vindt en fijn om te doen. Ja. En ik zeg vaak: uh, mensen die voor de muziek uitlopen, die lopen voor de muziek uit om te zeggen dat de muziek eraan komt. Ja. En die moeten dat doen, want anders als de muziek er is, dan is het te laat. Dan kan je me zeggen: de muziek komt eraan. Nee, ja. de muziek komt eraan. Dus, ja. Maar was je ook, was je ook van bewust van als je dat dan doet? Want dat is heel stoer en, uh, en natuurlijk heel daadkrachtig. Dat je dan ook uh, ja, uh, de consequenties moet dragen van, van, van het vooruitlopen. Want heel veel mensen begrijpen je dan niet altijd. Maar de, dat kan ik heel flauw doen zeggen: Wat, ja, 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 wat, maar, wat voor consequenties? Ja. Nou ja, ja, ik snap het wel hoor. Maar, ja, ik denk, ja. Dat, ik, ik denk dat ik het weet. Uh, ja. Wat voor consequenties misschien? Mensen die zeggen: ja, Wat een onzin, of nou, mensen ja, die zegt, boos worden. Of, ik zou bijna zeggen: Zeiden ze het maar. Ja, het nee, okay. is altijd achter je rug, kletsen van Guido, die is helemaal van het padje enzovoort. Ja, daar kom je dan via via achter. Het ja. is allemaal niet erg, maar nee. ik, ik heb op een gegeven moment geconcludeerd, ik maak Wantenoo voor mezelf. Ah, ja, en niet voor een ander. Dus eigenlijk zo therapeutisch bijna. Ja, maar het is een inzicht. Het, het inzicht van als ik het voor mezelf maak, en daar voel ik me senang bij, dan hoef ik niet meer te doen. En als je dan ineens blijkt dat er 300.000 mensen in de maand zitten te kijken, op hoogtepunten. En ik zo, dat is nogal wat. Ja. Ik heb dus kennelijk, uh, ik ben ook door verschillende mensen ben ik erop gewezen. Je hebt zo'n ongelofelijke invloed op, ja. op, op, op mensen, hun denken enzovoort. Denk ik denk nou, ik vind ik prachtig. Dat is eigenlijk wel heel diep wel wat ik uh, wil bereiken, maar het is niet het doel. Nee, nee, het nee. doel is mijn, mijn eigen uh, urge uh, vorm te geven. En ja. dat, dat, daarbij kom je op een gegeven moment achter, want nogmaals. Je zit elke dag de uren aan te werken. Ja, ja het is het begin, behoorlijk. Je hebt nu vertaalcomputers, maar ik heb stukken vertaald, jongen, van, van 4, 5, 6 bladzijden. En dan zit je zin voor zin zit je te vertalen. En uh, ja, dat is, dat is gewoon heel. Uh, als je niet tot in je tenen gemotiveerd bent, dan lukt dat niet. Hij ja, was Chinees vertalen, toch? Ja, dat was op een gegeven moment zover. Dat ik, ja, nu stop ik ermee. Want ja. Maar ja. nou, oké, okay, dat is wel heel, heel, heel tof. Maar ik, uh, Nummer 138 met Sambal bedoel je. Ja, ja, ja. 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 Maar, waar, waar, zeg maar in de hoogtijdagen, ik weet dus niet wanneer dat was, hè. misschien is dat nu nog steeds wel, maar wat voor aantallen hebben we het dan over op jouw website? Ja, we hebben, we hebben aantallen gehad rond de 10.000 per dag. Dus dan kom je om 300.000 per maand. En dat zijn dan page views. En dan zitten daar mensen, gemiddeld werden. De, Gemiddeld keken de bezoekers, of bezoekers die op de site kwamen, keken twee pagina's. Dus dan kan je die 300.000. Dus ik zat rond de 150.000 bezoekers per maand. En dan zitten daar ook wel dubbele hoortussen tussen weer. Want dan kun je weer naar unieke bezoekers. Maar dat zijn aantallen waar een tijdschrift gewoon jaloers op zou zijn, weet je wel. En ja, er zijn aspecten. Ik heb vroeger bij VNU gewerkt bij de tijdschriftuitgeverij. En wat ik wat ik een beetje kan is. Uh, wat onze websitebouwer ook prachtig heeft gedaan, hij heeft een soort rubrieken gemaakt. Dus het is, als je op een komt, heb je een soort tijdschrift. Je hebt columns, je hebt een hoofdartikel, je hebt nieuws, weet je wel. En veel ja. sites doen dat niet. Dan kom je nee. in één keer in de grote brei en dan moet je maar naar de kop kijken en zeggen wat het is en waar het bij hoort. En bij mij kun je altijd iets terugvinden. Je kunt zeggen, ik ga eens naar de verhalen kijken enzovoort enzovoort. Er staan een paar boeken, vertaalde boeken staan op de site. Uh, die, uh, um, onder andere over remote viewing. Uh, dat is een boek met 14 hoofdstukken en die staan allemaal gepubliceerd dus uh, ja, dat is, dat, is, dat is iets wat je, uh, ja, wat, wat, wat gewoon zeg maar de site gewoon rijker maakt om te bezoeken, ja en hoe, hoe kwamen die schrijvers bij jou dan? Want, uh, kwamen die uit zichzelf? Of, uh? ja, wel, wel vooral, uh, vooral ook uh, vanuit hun eigen urge en omdat ze wisten dat, dat het uh, wel, ik, ik kwam natuurlijk overal, je kwam toch in dat wereldje en uh, John Consummel, waar ik het over had aan het zeven had en ook Tessa bleef schrijven weet je wel en zo waren er heel veel mensen, want ik nodig mensen ook uit als ze bijvoorbeeld een boek hebben. Ik heb hier een hele uh, boek liggen, wat, wat, wat ik wel eventjes wil laten zien. Ja. Dat is een hele bijzonder boek met een bijzondere titel. En mag uh, je in die camera doen. Die is, okay. uh, ja. En die, uh, zo? Ja, dat is ja. goed. Ja, ja. En ze uh, dus gaat een, zo een, een boek over, uh, over de reïncarnatie en over andere levens, hè? Nou, dat krijg ik, uh, daar krijg ik oog van. En zij benaderde mij. Ze zei: Ik kwam vroeg heel veel op je site. Is dit, vind je dit iets leuks? Ja, maar heb je toch een zaadje geplant weer? hè? Ook. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, 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 je ja, weet nooit ja, ja, wanneer ja. de plantjes uitkomen en hoe groot de boompjes worden. Exact ja. En uh, nou ja, uh, 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 Carole Heet ze, die, uh, die stuurde me het boek toe. En uh, ik zeg: Nou, moet ik even kijken. Dus ik heb het voorwoord nu geplaatst. Ik zeg: Je moet even wat over jezelf schrijven. Dus ik heb dan een artikel over haar boek, maar vooral over haarzelf. Hoe komt zij hierbij? Want het is natuurlijk prachtig vanuit Human Interest dat je een ziet wat een ander mens beleeft en wat hij concludeert om uh, vorm te geven. Ja, ja. ja. Als je nou eens uh, terugkijkt, uh, uh, want je hebt de behoorlijk wat onderwerpen heb je hier ingestort. 9/11 bijvoorbeeld, vaccinaties, zie ik voorbij komen, ook politiek wel. Ja. Uh, als je als je nou uh, één onderwerp moet noemen wat wat jij het grootste nieuws vond van de afgelopen jaren. Kun je dan iets benoemen dat was echt wel... Nou, ja, bij mij, bij mij is het altijd wel... Uh, ik ben dan zo'n speurneus die dan op een gegeven moment ergens opstuit... en denk ja, dit is wel heel erg de essentie van wat ik nu tegenkom. En dat is natuurlijk de kracht achter de schermen. Wie zijn dat en, en hoe werken ze? En naarmate we verder komen zien we steeds meer de gezichten bij. We zien de foutjes, we zien de Bill Gates's. We zien van de eugenetica. Hè? En je ziet dat ze allemaal stemmen voor uh, ontvolking van de aarde. Want de aarde is volgens hen... Uh, overbevolkt, we leven met 7 miljard mensen. Er zijn trouwens heel veel mensen die het allemaal maar napraten en niet beseffen wat ze zeggen. Onze aarde die kan 15 tot 20 miljoen mensen aan. In de eerste plaats, uh, want ik ga nu even op het onderwerp door, maar ja, ja. Uh, dan zit je met uh, de helft van het voedsel gooien we weg in de westerse wereld. Nou, dan kun je de wereldbevolking verdubbelen, dan zit je al op 14 miljoen. Als je alle mensen op Australië zet, op het oppervlakte van Australië, hebben we geloof ik allemaal 150 tot 200 vierkante meter grond. Dus ja, wat is overbevolkt? En dan kun je zeggen, ja, we leggen een groot beslag op de aarde. Hè? We putten haar uit en we vervuilen haar. Ja, dat is het gedrag wat we vertonen. Maar dat wil niet zeggen dat, dat we met te veel mensen zijn. Nee, precies. Hè? We, zijn, ja. we zijn hebzucht. Hebzucht speelt een grote rol. Vooral de superrijken slaat totaal nergens op, wat die, want die leggen de grootste beslag op de, op de hulpbronnen van de aarde. En ja, dat, dat zijn dan dingen waarvan ik dan achterkom en denk, ja jongens, dat. Uh, dat zijn ontwikkelingen waar we met z'n allen naar moeten kijken. En wat ik vaak zie, ik zit ook op Twitter, wat ik vaak merk, is dat mensen uh, vergeten een stapje naar boven te komen. De uh, helikopter en daar nog eens boven, weet je wel. Als ik dan bijvoorbeeld een Schors van Houts vraag, met een heel groot compliment naar de man sinds uh, zijn inzet. En. en uh, ja, ze, ze kunnen dan de stap niet maken om te denken van van ja, daar zit dus een kracht achter die dat allemaal bundelt. En ja, die ja. dat allemaal. Het blijft een beetje hangen in die geopolitieke laag, eigenlijk. Ja, of is dat ja, een beetje te kort? Ja, ja, ja. ja dat, dat zie ik tenminste. En dat vind ik wel uh, begrijpelijk ook wel. Omdat dat je, anders. Uh, als, je dat, als je verder gaat kijken, uh, dan wordt het voor mensen ongemakkelijk. Dan, dan ga je dan zijn er dus wel krachten aan het werk. Uh, ja. De occulte krachten. Of de, dat de, de, dat, dan is het Dat is het spannend. Hè? Want ja. dan, dan zou je dus moeten kunnen veronderstellen dat er misschien uh, niet-menselijke krachten zijn, of, nou, niet, stel, aardse. Voor, of niet, niet aardse. aardse ja. Ja. Nou ja, als je leest uh, in, in, in de apocryfe van Johannes, dan lees je over de argonten. En er zijn heel veel spirituele werkers die halen argonten weg bij mensen, mensen die bezeten zijn. Uh, als je kijkt naar uh, extraterrestriel uh, leven. Dan is het heus niet allemaal vrolijke grijze mannetjes. Dan zijn het ook hele agressieve, eh, uh, 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 parasitaire uh, levensvormen uh, die uh, leven. Je hoeft maar een keer naar David Icke te gaan naar een voorstelling hè, van s ochtends tien tot s avonds tien dan heb je twaalf uur info. Ja. En die man die, die ging wat heb uh, in Nederland gestaan volgens ja. mij die ging maar door ja. hè ja. ongelooflijk ja, het wat, wat een power. Het is ja. echt een ja. fenomeen als ja. je hem nog ja. nooit gezien hebt. Het is het uh, jammer dat hij nu verbannen is, maar uh, ja hij, hij, hij kaart alles aan, hij kaart de maan aan. De maan is artificieel dat beseffen mensen niet, ja. maar ik zeg het heel plomp en heel zwart-wit, maar het is echt een ja. artificieel ding, want het klopt, er klopt helemaal niks van met die maan, ja. weet je wel? Er zitten ja. enzovoort enzovoort. En hij, 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 hij zegt, ja, bij, ik geloof de vierde keer dat ik naar hem toe ging, zegt hij zegt, ja, we gaan nu pauzeren en na de pauze gaan we over de maan beginnen. Zegt hij, want de maan klopt niet. Ik denk, nou, spannend. En dan krijg je dus inderdaad een anderhalf uur een uh, verhaal over die maan. Ja. En dan denk je, nou, het klopt inderdaad ja. geen fluit van. Weet je. Maar ja, stel je voor, ook ja. wel, geloof je het niet. Kijk, er worden wel heel veel vragen gesteld. Het begint bij vragen stellen. Exact. Als je die vragen niet stelt, dan gaan er ook geen nieuwe deuren open. Zoals dus dat precies. is eigenlijk heel simpel. Ja. Maar, ja, is, precies. maar ja. ik, ik snap heel goed, want daar ga je dan uiteindelijk ook uh, je energie in stoppen. In de, in de psychologische Processen van uh, cognitieve dissonantie. Hè? Als ik tegen mijn oma, zo jong als ik was, zei: Van oma, je moet niet roken, dan had ze. Elke keer een verhaal over waarom dat helemaal niet zo slecht was. Nee, exact. Ja. Ik zeg, ja, maar het is heel slecht. Er ging de sigaretten... Het was zo'n klein jongetje, weet je? Ja, ja, ja. Maar dat was mijn oma die dus toen niet... Die resonantie in allerlei vormen tentoonspreidde. Ja. Dus mensen die... die, die 9-11 kan niet gebeurd zijn. Want dan ze weten veel te meer veel mensen. Ja. Dan gaat die mensen gaan praten. Want zouden ze toch worden vermoord. Ja. Ik zeg, ja, maar het zijn heel veel vermoord. En hebben heel veel mensen gepraat. A, weten we niet wie er vermoord werden wat ze wilden vertellen. En B, de informatie die wordt gewoon weggeduwd, weg, weg, weg weet ja, je? Ja. Maar het zijn ook gewoon de verhalen die je wil geloven. Hè? Ja. Dus dat is ook, uh, ja. We leven in verhalen, wij als mensen. Ja. Ik heb uh, een paar jaar psychologie gehad. En uh, die man die ons dat gaf, die kwam uit het bedrijfsleven. Meneer de Vries. En op een gegeven moment vroeg een, een van de jongens in de klas... Die zegt, meneer de Vries, als u komt uit het bedrijfsleven... wat kunt u ons nou leren, wat u het meest heeft geleerd van uw vak? Toen keek hij eventjes uit. Zegt hij ik ga het even op het bord schrijven. <laughs> okay. Hij schreef op het bord... If men define situations as real... Comma, They are real in all their consequences. Dus als jij iets als waar betitelt, dan ga je natuurlijk niet tegen jezelf zeggen, het is niet waar, maar ik doe maar alsof. Nee, dan is het voor jou waar. Ja. En zelfs zo waar, dat je er alle consequenties voor wil nemen. Dus mensen die het nu niet eens zijn met de verkiezingsuitslag, zijn bereid om te gaan demonstreren tegen wilders en tegen het fascisme. Terwijl ze misschien niet eens weten wat fascisme is, want Terwijl ze niet eens weten dat Wilders niet half zo ver komt als ze denken dat hij gaat. Want er zitten andere partijen bij, we hebben een grondwet. Ja. Maar ze hebben voor hunzelf bepaald dat het een gevaar is. En dan is het ook een gevaar. En handelen ze als zodanig. En ja. dat zit dus achter dat verhaal. Ja, ja, ja precies. Ja, media gaan we het ook nog even over hebben. Want uh, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon de mainstream media. En ja, jij begeeft natuurlijk in de, in de alternatief media al 15 jaar lang. Um, maar ik ga eerst even naar iets anders toe. Want je hebt het ook betrokken bij de VVJ. Ja. Dat is de Vereniging van Vrije Journalisten in Nederland. Uh, mede opgericht door Sander Campagne van de andere krant. Ja. Je bent ook betrokken daarbij. Ja. Ik zelf ook. Uh, kun jij eens de mensen uitleggen wat dat voor een club is? Ja, dat is niet zo moeilijk. Het is een vereniging van journalisten. En wij zijn vrije journalisten. Dat hebben we het teruggezet. Want de Nederlandse Vereniging van Journalisten is niet anders dan een ambtelijke, bijna ambtelijke organisatie. Die, geloof ik, 20.000 journalisten heeft als lid. Waar enorme bedragen binnenkomen. Waar een structuur heerst. Waar een officieel een voorzitter enzovoort is. En waarbij eigenlijk helemaal geen ruimte is voor alternatieve media. Laat ik het dan toch maar nog even zo noemen. Um, ik, ik heb geprobeerd om tijdens de corona een uh, NVJ-perskaart te krijgen, want ik was al lid. Maar dat werkte niet, want ik moest dat invullen. En wie bent u dan? En ik werd gebeld. Ze gingen bij mij naar Spiegelbeeld bellen. Ik schrijf een column in Spiegelbeeld. Uh, hebben ze uh, Jook en Albert gebeld? Die meneer Jonkers, wie is dat? Krijgt hij daar geld voor? Het was gewoon te schoftig voor woorden. Ik heb gebeld. Ik zei: Jongens, wat, wat is hier nou aan de hand? Ik vraag een kaart. Ik ben toch al lid? Ik heb al drie jaar betaald. Dus, dus zeg ik jou helemaal natrekken? Waarom? Ja. wie jij was? Ja, en, want en, ik, ik had gewoon ingevuld. Maar ik, ik had gezet: Mijn bedrijf heet Dolphins Wales. Ik ben de uitgever. Uitgever van Want to Know. Maar ik geef ook boeken uit. Dus ik had mezelf als Dolphins Wales ingeschreven. En toen zagen ze dat ik Grie Jonk was met Want to Know. Want ik probeerde dat weg te houden. Want ik heb geen zin in controverse. Want ik denk nou dat. Dus ja hoor, voordat ik het had kunnen verbergen, hadden zij het alweer gevonden. Dus ik, ik belde ze, ik zei, jongens, waarom krijg ik nou niet, wat is hier nu aan de hand? Ja, we zien dat u, u schrijft columns, maar u leeft daar niet van. Ik zeg, maar waarom moet ik er van leven? Om, om, ik kan toch gewoon, ik zeg, ik ben publishing editor, zo heet het dan in het Engels. Ja. Ik, ik publiceer en ik schrijf. Dus ik ben uitgever en redacteur. Ik zeg, ik heb toch gewoon recht op een perskaart dan? Ja, nou, daar denken wij wel soms anders over. En, uh, nou, op een gegeven moment was, die, zat hij die zo klem dat ik het werd naar een hoger echelon gegeven. En daar kreeg ik een of andere juridisch verhaal van wij bepalen zelf. En ik dacht, nou, jongens, dit is zo fout. Maar ik kwam de, niet in aanmerking nee, voor. Nee. Dus de, eigenlijk zit ik nu de andere, de andere kant te vertellen van het, het feit van het bestaansrecht van de VVJ. Ja, ja, precies. Want dit is inderdaad de NVVJ. En dat is dus uh, voor, voor de, uh, laten we zeggen, de mainstream pers. Exact. En uh, dus nu is er een VVJ opgericht uh, sinds 2020. En uh, dat is meer voor de, voor de nieuw media. Ja. Maar uh, en, en is dat, uh, wordt dat goed bezocht? Wat, wat, ja. wat, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, Wat er gebeurt is dat we proberen onszelf te verenigen. Hè? In de zin van, uh, nou ja, we hebben, we hebben avonden waarbij een spreker komt. We, vooraf kun je een hapje eten. Uh, en dan uh, nou, heb je kans om gelijk kwijt te denken, te praten en te delen. Uh, na die lezing dan is er een, een vragenrondje en uh, dan is er nog een borrel. Nou, drie, vier uurtjes om elkaar even goed te ontmoeten. En dan is het elke maand. En dat is gewoon hartstikke fijn. En uh, uh, uiteraard is er dan ook een organisatorische uh, functie aan. En we proberen op de website van alles te doen. Maar nogmaals, ze, ze zijn al, ik heb in het bestuur gezeten en ben er nu uit. Dus uh, er zijn allerlei andere uh, doelstellingen die we nog hebben. Een databank enzovoort. Enzovoort. De, uh, nee, de NVJ ook, ja. ook heeft, zeg maar. Dus we proberen dat ook al uh, op te zetten. Maar goed, uh, ik geloof dat er nu 80 leden zijn, 85. Dus het gaat, gaat hard, gestaag. Ja, gaaf. Maar dat het ook in Nederland uh, uh, so serieus genomen wordt nu. Ja. Dat, vind, dat vind ik wel mooi. Want ja. Ja, er zijn veel mensen die al heel lang uh, verder kijken dan de mainstream. En nu kunnen ze, worden eigenlijk heel veel mensen op hun wenken bediend. Ja. Ja, klopt. en dus nou, er zitten ja. overal weer subcategorieën. Ja. Het lijken wel weer zuilen die ontstaan bijna. Vind je niet Het Nou Ja, dat is natuurlijk iets. Als, als, een, als een organisatie groot wordt, <laughs> gaat dat een beetje gebeuren. Hè. Dat, dat uh, likewise, mensen zoeken elkaar op. En, ja. Maar een vrouw is Janneke Monshouwer, die toch uh, haar sporen heeft verdiend in de journalistiek en boeken schrijft enzovoort. Die is overgestapt van de NVJ naar de VVJ. Echt een top, uh, een top daad, zou ik bijna zeggen. Want ja, ze zegt: zegt ja, ik, ik, ik vind bij de NVJ niet wat ik bij jullie vind. En ze uh, zo dus regelmatig bij de, bij de presentaties enzovoort. Dus uh, het is ja. een leuke club. Ja. Ja, nou, nee, ja, je ik, kan er wel aan ik, uh, ja. ik ken het heel goed, dus ja. ik ben heel blij dat het er is. Absoluut. ja Ik ga toch even met jou uh, praten over de nieuwe media. Want uh, ja. sinds een aantal jaar, vooral sinds de coronatijd, zijn er heel veel in de media bijgekomen. Uh, denk aan Black Box, uh, de andere krant, uh, de Blauwe Tijger. Uh, wat, wat vind je eigenlijk van die beweging uh, in zijn algemeenheid? Je, zie, zie, uh, ja, vertel eens. In de eerste plaats uh, denk ik dat het een natuurlijke beweging is. Er is dus een enorme behoefte aan, aan die informatie die ik aan het begin van het gesprek vertelde: die verborgen blijft. Hè, dat zagen we, zagen we bij corona. Um, als ik met mensen praat daarover, dan zie je dat een heel deel van de wetenschappelijke uh, consensus over wat er. Uh, wat anders was dan de officiële consensus, werd gewoon weggehouden. En dan denk ik ja, nou daar komt er dus behoefte aan, aan mensen, weldenkende mensen die zeggen er is behoefte aan veel meer informatie. Nou uh, als marketingman weet ik dan dat de behoefte schept zijn eigen voorwaarden om, om uh, ingevuld te worden. Dus Blackbox, uh, gezond verstand en uh, de andere krant die zijn allemaal op hele legitieme uh, behoeftebasis zijn ze geboren. Uh, ja, en ik vind dat ieder journalistiek, ja, elke journalist is een mens. Dus ze hebben allemaal hun eigen karikatuur of een karakteristiek. Um, ja, als je kijkt naar de Gezond uh, Verstand tijdschrift, dan is het een tijdschrift met veel diepte informatie. Met Karel van Wolven kijk je naar de Gezond Verstand of naar de uh, andere krant. Dan zie je Sander en, um, uh, hoe heet die? Uh, Karel. De hoofd Karel, de hoofdredacteur. Zie je, uh, kan je hun, hun werk doen als kanjers? En uh, ja, zo, zo, zo gaat het verder. Dus ik, ik denk dat er ruimte is voor, voor heel veel, op, uh, heel veel uh, nieuwe media, om het zo maar even te zeggen. Ja, en, en toch vind ik persoonlijk dat het uh, nog behoorlijk... Uh, ja, um, het, het is nog vrij klein eigenlijk. Als je kijkt naar Nederland, 18 miljoen mensen. En als ik zie uh, de grootte van de nieuwe media, dan denk ik van... Uh, dat, dat is toch vrij beperkt nog? Is het dan, is het dan misschien net de beginfase waar ja. we in zitten? Ja, de... dat, 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 dat denk ik. Starbucks is ook niet in één keer een bedrijf geworden in, in, in 80 landen met zoveel vestigingen. Dus ik denk dat, dat, dat ze beide een, een mooie toekomst voor zich hebben. En uiteraard gaat dat gepaard met fusies en met, met uitbreidingen of met overnames of hoe dan ook. Maar uh, nogmaals, ik denk dat, net zoals Ongehoord Nederland, hè, ik denk dat dat gewoon uh, uh, bewegingen zijn waarvan de dynamiek niet meer te stoppen is. Ja, maar Ongehoord Nederland zit wel gewoon in het bestel. Ja, maar ik denk als ze uit het bestel worden geknikkerd, dan gaan ze gewoon verder hoor. Want dan wordt het net als Blackbox een onafhankelijke nieuwsorganisatie. Want het is natuurlijk zo, Niels. We hebben geen, er is geen beperking meer in de techniek. Wij zitten hier een podcast op te nemen. Uh, mensen nemen het op, zitten in dit nu in de auto te beluisteren. En denken, ja. ja, grappig, het is van 8 december. Het is nu 18 januari. Weet je, het, is, het, het, het tijdsaspect is er niet meer. Uh, er is niet, kijk, televisie, televisieprogramma's klagen van dalende, dalende kijkcijfers. De jeugd kijkt geen TV meer. Vind je het gek? Nee, nee, ik vind het niet gek. Hey. Maar ik bedoel, daarmee is ook verklaard dat er dus ruimte komt voor anderen. Ja. En je ziet de kids naar TikTok gaan, je ziet ze naar allerlei andere media zoeken. En ze zijn niet gek, laat ik dat ook eens een keertje zeggen. Jongen, we hebben een zoon van, van, van uh, 3 uh, en ze zoeken en ze kijken en ze voelen vooral. En ze zijn heel liefdevol bezig vaak, hè? want wat je ook van ze kunt zeggen. Maar ze zijn, onderling zijn ze heel liefdevol naar elkaar. Ze zoeken naar mogelijkheden en ze zijn het zat dat wij er zo'n zootje van gemaakt hebben. Hè, hun oudere generaties, wij zijn natuurlijk wel wat ouder, maar ook, 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 ook mensen die zo egoïstisch met, met de wereld omgaan, weet je wel? Zij zijn veel meer ja, collectief bezig. Ja, nu hebben we het ook al net uh, verkiezingen gehad. Hè? Ja. Uh, ja, volgens vele legendarische verkiezingen, ik weet niet hoe jij naar kijkt, maar dus nu hebben we de PVV, die natuurlijk een monsteroverwinning heeft, ja. binnengehaald. binnen gehaald. Dat ik even fluiten van geert, ja, toch maar. Ja, nee, maar je, 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 je hebt op Geert gestemd ook? Of heb, uh, uh, nee, ik heb niet. Je, je geert, hebt niet heb, je, ik heb voor een... forum gestemd. Ik heb helemaal leven op D66 gestemd. En toen Alexander Pechtels. <klaars> juist terugkwam van de Bilderberg op die manier. Toen uh, vroeg ze meneer Pechtels: wat heeft u allemaal gehoord en gezien? Nou, ik, ga, ik mag niks vertellen, zegt hij. Want dat, is de, dat, is de, dat zijn de. Hoe heet die regels? De Hubble de pub, je Voorschriften, gewoon. Ja, de ja, 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 dat heet, ja, ja, ja. Dat heet, uh, dat heet uh, Op zijn Engels is dat een term. En uh, ja. En toen dacht ik nou is het over met deze 60 dus toen heb ik een hele lange tijd van alles nog had gestemd. en nu dacht ik ineens met forum. toen ze in het begin waren, uh, waren toen gingen alle nette mensen gingen daar ook op stemmen, weet je. Wel. dus ik dacht, nou ik ben ook net mensen, dus ik kan ook van. Uh. <laughs> nee, maar en toen heb ik forum gekozen. ik ben zelfs lid geworden. ik ben, ben lid nummer 900, zoveel zelfs. Ik oh, dat is best laren, okay, klopt. Ja, ja. Dus, uh, ben ben een klopt. ben je fan van Cherry Baudel? nou, niet echt. ik vind dat Thierry heel veel communicatieve vaardigheden mist. hij komt heel goed mist? uit zijn woorden. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel oh. dat hoe die het vertelt. Hè? De uil van Leiden of de uil van... Minerva. Minerva. En dan denk ik, tja, doe even gewoon man, weet je wel. Het is natuurlijk een jongen die redelijk uh, in een welgesteld milieu is opgevoed. En daar is niks tegen, maar je moet wel de taal van het volk blijven spreken, vind ik. En de manier waarop ze gebest zijn, ja, die sterkt mij alleen maar, weet je wel. Voor antisemitisch en dingetjes. Dan denk ik, jongens, wat is dit voor een ja. collectieve afspraak om om vorm te besche weet je wel? Ja. Dus ik zie er nog steeds geen uh, en ik heb ze nu gesteund omdat ik dacht van ja ze moeten wel we moeten niet allemaal naar de andere kant van het schip lopen en zeggen van uh, hup Pvv ja. hup naar stuurboord naar rechts hè. nee ik uh, dus uh, ja goed maar goed moeten. dan hebben we de Pvv die heeft dus ja. uh, die overwinning geboekt maar ja. uh, uh, een van de punten die ze willen is dus de, de NPO saneren ja. en behoorlijk ook uh, ja. uh, uh, weet je dat daarmee eens nou ja ik denk, ik denk dat het helemaal belachelijk is. Ze, zit allemaal, ze schijt allemaal hun broek op dit moment. Maar al die mensen bij de NPO. Maar ik denk je, dat gaat er Wilders niet uitmaken. Dat bepaalt uh, uit de Kamer. En dat bepaalt... De coalitie. Uh, ja, natuurlijk, ja. Joh. Iedereen ja. is ineens ja. bang van de Wilders. De Wilders gaat allemaal bepalen wat we gaan doen. Ja. Nee, dus. ja, alsof er een soort nieuwe Hitler is gekomen. Ja, bijvoorbeeld. De, ja. Wilders die dan als een man die het <laughs> boel platwalst. Nou ja, maar dat, is, dat, dat hele concept van democratie is toch ook niet... Dat begrijpen mensen dus helemaal verkeerd. Ja, en ik vind het heel bizar. Dan heb je de verkiezingsuitslag. En dan gaan ze tegen de verkiezingsuitslag protesteren. Dan denk ik, <laughs> ja. Ja, wil je de democratie of niet? Ja, wil je wel. Ja, ja. 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 Terwijl, trouwens, ik moet wel eerlijk zeggen. Uh, de, de, kijk, dat bijna vertrouwen zijn, snap ik heel goed. Ik heb zelf niet gestemd. Uh, omdat ik vind dat we geen democratie hebben. Dus op het moment dat er weer democratie is, ga ik weer stemmen. Uh, maar ik geloof bijvoorbeeld. De, 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 de uitslag geloof ik helemaal, helemaal niet. Ik, als ik zie wat okay. de Forum uh, heeft gescoord, drie zetels. Uh, als ik zie hoeveel volgers op TikTok hebben, hoeveel leden ze hebben, ja. uh, wat ze hebben gepresteerd in die corona-tijd, uh, uh, hoeveel, hoeveel mensen uh, uh, ja, ze, ze aanhangen. Als ik dat zo'n beetje kan zien, uh, dan denk ik van dat ik kan toch nooit. Ik kan toch nooit dat ze maar drie zetels hebben. Nou, zo, ik zal even een grote stap maken. Ik denk als al die stemmen in, de, in die vuilnisbakken gaan en die grote grijze bakken en die worden overnacht bewaard. Ja, dan kan er een zegeltje op zitten, maar dat zegt natuurlijk ook niet veel. Hè? Dus ik. Ik zie allerlei aanleiding om vervalsing toe te passen, laat ik het simpel zeggen. Dus het zou me niet verbazen: de volgende stap dat het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ja, nou, ik zag op Twitter zelfs een aantal voorbeelden van mensen ja, al die al. Ja, nee, uh, In het begin heb ik zoveel geteld voor voren, en aan het eind van de rit uh, zie ik maar de, de helft. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, uh, dat is, maar we hebben, we hebben, wat ik wel vind, we hebben die exit polls, hè. En ik heb vanuit statistiek en marketing heb ik ook geleerd om statistiek, naar statistiek te kijken. En een van die dingen was inderdaad de exit polls. En het grote gevaar vooraf is dat mensen niet weten wat ze stemmen. Dus ze roepen maar wat. Hè. Dan zeggen mensen: ja, er zit nog heel veel dynamiek in. En zwevende kiezers heet dat dan. Maar als mensen uit het stembureau komen... en ze zijn opgelucht dat ze een stem hebben gegeven... dan geven ze vaak... Ze 90% of 90% ze geven ze de werkelijke rand. Zeggen, nou wil ik niet vertellen, weet je wel. Maar ja. dan heb je een heel goed beeld. Ja. Dus als Forum uit die exit polls ook is gekomen op die wijze... dan denk ik, ja, dan moet je daar toch rekening mee houden... dat dat niet verkeerd is. Of ook de exit polls zijn dan weer... Uh, ja... <laughs> Ja, zeg het maar. We, 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 dus, het is moeilijk om te achterhalen, maar de, het zal toch wel een keer naar boven komen. Hè? Ja. Waarheid is ook een energie. Ja. Dus ja. Uh, in die zin. Ja, en, 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 en jouw uh, intuïtie, als hij dat zegt en je voelt dat dat niet klopt, wat heel veel mensen hebben inderdaad op dit vlak, dan denk je ja, dan is het misschien zaak om er toch eens een keertje met een clubje uh, ja. Uh, ja, iets, iets aan te doen. En je ziet ook wereldwijd een beetje dezelfde dynamiek. Hè? Ik bedoel, ja. uh, Amerika gaat over rechts. Uh, Argentinië krijgt een andere draai. Canada krijgt een andere draai, ja. volgens mij. Ja. En uh, allemaal pro-Israël, wat ik begreep. Ook dus dat, nou, dat is ja. toch wel heel toevallig. Ja. Dus ja, mijn intuïtie zegt: van... oké, okay, uh, de, 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 de echte mensen die aan het touwtje steken, die denken: oh wacht, het kan dit keer niet over links. Nou, maakt ja. het er niet uit, gaan we nog gewoon over rechts? Maar nou, de boel blijft van. De, 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 de bevolking blijft onder de duim op die manier. Jij bent aanhanger het... van het spreekwoord van: uh, als stemmen iets uitmaakte, zouden ze het ons niet laten doen. Uh, dat, dat, <laughs> dat vind ik wel. Ja. Dus is, is een uh, poppekast Ja, dat, ja. Dat, vind, dat denk ik. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ik hoop dat het niet waar is. Er ja, is een hele mooie illustratie van Peter van Straten. Die zag geklaatst. Er zit een man en een vrouw op de bank helemaal onderuit, gezakt naar de televisie te kijken. Ja. En dan zegt die man: Nou, gelukkig mogen we binnenkort weer stemmen. <laughs> <laughs> Zo wil je ziet. Ja. Je ziet de verwoording van het volk. En je denkt daar nou, stemmen, maar dan ga ik wel ook echt doen. Weet ja, je? maar Guido, je, je, jij, jij dus, als, als er iemand is die weet hoe slecht mensen geïnformeerd zijn, dan weet jij het wel. Uh, uh, als je ziet, in 2008 uh, ben je begonnen met die website. Uh, nu zijn mensen bewuster geworden. Maar nog steeds, Guido, is een grote massa. Gewoon een 80%. Procent. Zeg maar hoe het is. Het zijn gewoon de mensen die gewoon uh, ja, veel zaken niet hebben uitgeplozen. Niet weten. En dat is niet omdat ze dom zijn. Maar omdat ze of misleid worden. Of, of, of dat ze door angsten worden geleid. En, en zo worden, worden we toch heel... Gigantisch gemanipuleerd. Nou ja, maar je zegt eigenlijk wel tussen de regels, doordat de dynamiek ook zodanig is. dat de slimmeriken achter de schermen weten hoe het werkt. Tuurlijk, wil. tuurlijk. Dus op het ja. moment dat ze jou angst kunnen aanjagen. Ja. Hè, ergo, zie, kijk naar de COVID-verhaal. Dan, dan heb jij een motivatie voor jezelf. het gevoel, ik beslis. Ja. En ik moet voorzichtig zijn enzovoort. Ja. Maar goed, er is ook een dynamiek, geloof ik, van mensen die wel geïnformeerd zijn. Ja. Ik hoor vaak van de slapen nog zoveel mensen. Het is allemaal, uh, allemaal vergeefse moeite. Ik zeg: Nee. Ik zeg: Dat weet jij niet. Ik zeg: Want je weet niet hoeveel mensen. Uh, ik zeg altijd: bubbling under. Dat gevoel hebben van: Het klopt niet. Ik heb me verdiept. Ik ben geen domme jongen. Ik heb een goede opleiding. Ik kan uh, onderscheid maken. Ik, ik kom op die nieuwe media. Ik kom op media. En ik lees dingen. En dan gaan ze. Een Con consequenties daaruit trekken. Mm -hmm. Ze gaan de conclusie trekken: van ja, ik, ik zie dat het, dat gebeurt, en dat klopt, ik ben niet gek, maar ik heb ook een hypotheek, ik heb ook een carrière, ik heb studerende kinderen, ik heb een, uh, werk, hoe moet ik me ineens veranderen? Wat moet ik doen? Ik kan niet in één keer omschakelen. Ja, 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 ja. Dus ja. ik denk, als het, als het moment van de waarheid daar is, uh, Niels, dan gaan mensen kiezen. En dat hebben ze nu gedaan, ook op de PVV. Want die denken niet dat het allemaal PVV-stemmers zijn. Dit zijn ook weer net zoals toen met BBB: zijn het proteststemmers van heel groot deel. Ja. En waarom protest? Omdat de VVD verdomd om iets te doen aan die uh, immigratie. En de rest van de partij ook niet. Er wordt niks aan de inkomens gedaan. En het PV heeft best een, 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 een links-sociaal uh, uh, verhaal ook in hun programma staan. Behoorlijk, ja. ja, exact. ja, ja dus ja, ja. Is ja, dan is het ja. helemaal niet zo gek dat je zegt. Nou, ja, als, we... je, als je nog in links-rechts termen wil denken, ja. want dat is ja. natuurlijk ook iets. Uh, kijk, het, het was ondenkbaar jaren terug dat, dat links ooit uh, um, ja, uh, oorlogen zouden steunen. Klopt. doen ze nu gewoon allemaal. Ja, exact. En rechts doet het tegenovergestelde. Precies. Dat was, ja, bizar, is, wat is het dan nog? Ja, ja. Nee, heel goed. Ja, wat, 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 wat ik ook wel uh, fascinerend vind. Ik bedoel, uh, wij kennen elkaar een tijdje vanuit die uh, media. Maar uh, uh, wat, uh, wat voor transformatie ga je eigenlijk door als mens? Hè? Als, je, als je met nieuwe inzichten komt, met nieuwe media, nieuwe, nieuwe feiten, nieuwe, ja, uh, een, een nieuwe dimensie zou je kunnen zeggen. Wat, wat heeft het met jou gedaan de laatste vijftien jaar? Ik denk wat, wat ik geleerd heb van het hele bewustzijnsproces is dat alles weer terug naar jezelf komt. Er valt in deze buitenwereld niks te zoeken. Wij zitten hier te praten, we hebben allemaal technische dingetjes om ons en rondom ons heen staan. Maar in feite is het allemaal bijzaak. Wat we doen is vanuit onze zielekracht, jij vanuit jou en ik, vanuit de meiden, ontmoeten we elkaar. We delen dingen en uiteraard hebben we daar, die gaan straks de wereld in. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. Wij zitten hier on, uh, onszelf met elkaar te verbinden. En we praten vanuit respect of we praten vanuit een ander. Uh, dus we hebben iets gevonden waardoor we. Uh, iets onuitgesproken uh, verbinding hebben. Nou, En dat is denk ik het grote mysterie op aarde tussen mensen. Hè? Dat zolang we, uh, er is een mooi uh, spreekwoord, hè, gedeelde smart is half smart. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Ah. Kan nou het ene dubbel zijn en het andere niet. En hoe kan dat? Nou, omdat je als mens. Ja, dat vind ik een hele goede <laughs> doel <ik> mee. <laughs> ja. Nee, Komt maar je als, als je. je je soorten deelt met elkaar, dan, dan weet die andere van jou en dan kan die je beter voelen. Dan voelt hij bij zichzelf wat hem dat zou doen als hij dat zou overkomen. Heb je vreugde? Dan zie ik jou lachen. Ja. Ik begrijp de vreugde, want dat, ik vind dat met, met, met humor op aarde. Ik vind het een godsgeschenk dat wij dat ja, hebben. Ja, zeker, zeker. Er zijn ja, zoveel ja, ja. soorten van humor. We mogen wel. Nou, dat is dat wil ik wel even zeggen, hoor. Ja. Want ik, ik, ik zit ook al een tijdje in die mediawereld en ik, wat ik wel vind is we mogen wel wat meer lachen. Yes, exactly. En ook in die alternatief media, ja. allemaal van die serieuze boze mensen. Ja. Ik snap het wel, ik snap het wel. Alleen, je kunt niet alleen maar boos zijn. Nee, maar het is een, een levenskunst, hè? op zijn amstams gezegd. Hè? Dat is ook wel heel jiddisch, denk ik dan. Uh, om, om je te, gewoon te, te te delen tegelijk met de humor. Ja. En dat je de gewoon... Het kunt, kunt, Engels kunnen dat ook vreselijk goed. Hè? Ja, ja, heel goed. Heel cynisch hun eigen verdriet. En ja, dat is het mooiste ja. wat er is. Ja. Dus ja. toch relativeren. En dat is wat humor doet. Humor relativeert. En vanuit een hoog standpunt is dat heel makkelijk. Want dan zit je over iets anders te praten. En dan lig je in een deuk omdat je snapt hoe het zit. Uh -huh. Maar vanuit de diepste verdriet. Hè, en vanuit de diepste angst. Is dat niet zo makkelijk. Dus ik snap wel dat dat een beetje op de achtergrond raakt. Maar het is wel essentieel. Nogmaals, het En het, het ja, de, de maskers mogen af. Hè? Ja, maar dat gebeurt dan ook. Hè? Relativeren. Hè? Ja. Maar ja, goed. Um, zelfs de grootste, uh, 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 grootste boef. kracht achter de schermen. noem ze maar. geef ze maar een naam als, als ze dat al zijn. Uh, ja, die, die, die hebben te maken met aardse wetten. en met aardse emoties. en met aardse. Dus ja, ik, uh, ik vind het geweldig humor. Echt. Ik heb gelukkig een gevoel voor humor. Dat weet je ook. Ja, ik ben ik. altijd wel aan, aan het relativeren, want dat noem ik het dan maar zo. Want het is, gaat niet vaak om lachen, maar het gaat wel om te relativeren. Dat je even in één keer denkt van oh ja, zo kan je er ook naar kijken. Weet ja, je maar dan maakt het lichter, hè? Juist, en dat bedoel ik ja. te zeggen. Ja. Is, is de waarheid soms gekker dan fictie? Uh, ja, er is een heel mooi spreekwoord over fictie. Fictie is, uh, dat moet je altijd checken. Maar de waarheid is gewoon keihard. Ook pijnlijk soms. Heel pijnlijk. Wat maar, was voor jou het meest pijnlijke? Nou, 9-11? Ja, ik, ik, uh, het meest pijnlijke maar dan, dat is dat mensen nog steeds niet er doorheen kijken. Nog steeds niet de kracht hebben om, om, om de slaafse volgzaamheid achter zich te laten. En met ogen te kijken waarbij ze zelf dat kan niet. Andrees, Andreas van Bulov die liep in een, uh, in een appartement in Singapore geloof. Ik. Toen zag hij die aanslagen. Hij was minister van Defensie, dus hij was wel getraind. Hij keek en hij zegt, nou, dit is een aanslag. Dit ja. is een vlag. Dit kan niet. Je kan niet met verkeersvliegtuigen twee torens opblazen. Dus ja, als mensen dat nou eens krijgen, gewoon gezond verstand gebruiken, jongen. We zitten de idiootste constructies voor waar aan te nemen. Ja, dit is, je kan er echt om lachen, Niels. Dat ja. kan dus echt. Het is zo dom. En dan dom niet als beleging, maar dom als gebrek aan intelligentie. Dat je niet snapt dat er hier ook andere belangen zijn. Ik hoor nooit een journalist praten over valse vlagorganisaties. Het is een officiële militaire strategie: valse vlag. Er worden alleen maar valse vlagoperaties uh, 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 georganiseerd in de wereld. En als je dus. Ik heb nu gekeken na, naar de aanslag op 7 oktober. Ik zag s'avonds in Gaza dat er een gebouw werd ontploft. Kijk, vliegtuigen zijn aan het bombarderen. En ik denk: nee, dit gebouw is dus controlled demolition. Ja, 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 ja. Er wordt op vier plekken van onder wordt het neergehaald. Mm -hmm. Nou, dat betekent dus weer dat het is ondermijnd. Dagen ja. van tevoren. Ja. En dan hoor ik dat Hamas is opgericht door, door de Mossad en door Israël. En ik denk: wat is dit voor spelletje, jongens? Snap je ook, nu? Ja, ik snap je. Ik snap je ook. Want, ja, want de wereld moet ja, ja. ja. denken aan een oorlog. En zo slaat meteen terug. En kijk, dat gebouw is vliegtuigen. Nee, dat waren geen vliegtuigen. Dat ja. kan niet. Ja. En, dan, en dan valt de eerste steen. En dan valt de volgende domino-steen. En dan denk je, nou jongens, dit gaat achter elkaar door. Ja. Ja. Maar dit is de, 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 het verdeel- en heerspel, wat we nu eigenlijk al uh, duizenden jaren zien, het werkt nog steeds. Uh, hoe, hoe komen we eruit? Ja, door oprecht te zijn. En door uh, te delen wat we zien. Het is John Lennon die zegt: van ja, als je, als je uh, kinderen en mensen overhoop schiet, dan komt het op het journaal. En als je de liefde wil bedrijven, dan doe je dat in een afgesloten achterkamertje, weet je wel. Ja. Het, het mooiste in het leven, dat blijft, moet verborgen blijven. De leugen is dus, de, de waarheid is dus een leugen. En de leugen wordt gepresenteerd als de waarheid. Ja. En dan komen we eruit, ja, door eerlijk te zijn en door niet meer als een, als een, als een, als een idioot achter de, achter de leider aan te lopen. Ja, ja ik vind het hele klimaatgebeuren echt krankzinnig. Ja. Ik bedoel. Als je er een beetje onderzoek naar doet, dan weet je toch gewoon dat het. Uh, we kunnen niet aan een soort uh, knop draaien dat we, dat we de, de boel kunnen regelen. En, kijk, uh, en dan heb je ook nog het verhaal van milieu wat er doorheen gaat. Van oké, okay. iedereen wil een beter milieu. Maar uh, mensen zien het dan weer voor klimaat. En dan halen alles door elkaar. En dan willen we de aarde redden. En dan gaat er heel veel geld naartoe. En dat zien ze dan niet, wat, wat, daar, wat voor voorspel daarachter zit. En ja, dat vind ik wel heel, ja, maar heel triest. Dit, maar dat, wat je hier nu noemt, is ook een, een verschrikkelijk moeilijk spel. Hè? Dat is een heel moeilijk spel, Want ja. Laat ja. het op je angst. Van, ja, ja, ja. En, ja. en B zie je zien het. Je ziet de gletsjers smelten. Maar als je dan mensen hebt die zeggen. Ja, maar de gletsjers smelten continu. Ik heb een ja. plaatje waarbij je ziet dat er afgekloven boomstammen zijn. Van, door bevers. Ja. Onder de gesmolten delen van gletsjers die nu zijn gesmolten. Ja, ja, ja. ja dus ja, ja, ja. voordat de gletsjer er was, ja. was daar groen. En ijsbeer heb je. Die gaan ook allemaal ja. uh, eraan. Dus, natuurlijk. dus kennelijk is het ja. heen en weer gaan van de gletsjers. Dus een, Natuurlijk fenomeen. Precies. Maar daar wordt niet naar gekeken. Er wordt gezegd: ja, dit is het. Ja. Het wordt ons opgedrongen met wetgeving. We gaan 30 miljard. En dan staat er op jette te lachen als een kamer, uh, Kamerlid zegt: maar als ik het goed heb, gaan we 0,00016 naar beneden hier ja. in Nederland. Ja, ja, ja. ja. Dan denk je, jongens, word je nog wakker of? Dat is ongelooflijk. Ja. Er gaat er geen 30 nee. miljard aan besteden. Nee. Maar wat veel belangrijker is, is dat wat ik net zei: dat mensen dus niet moeten gaan geloven in die officiële verhaaltjes ook weer door moeten lezen. En dan blijkt er weer een hele grote groep, uh, zelfs Nobelprijswinnaars, te zijn, die zeggen: jongens, het is de grootste scam. We worden opgelicht, we worden, uh, onze vrijheid wordt beperkt. Als het niet ja, maar zelf hoeveel... Kijk, jij en ik, wij ja. weten dat. Hoeveel ja. voorbeelden zijn er nog nodig? Kijk, de meeste mensen die, die, die volgen Want to Know nog niet. Of ja. de Nieuwe Tijd podcast. Nee, nee. Die, die denken van ja, dat zijn mensen die hebben een uit de hand gelopen hobby. Maar we hebben, we hebben Marcel Krok met zijn... Clintel. Uh, ja, ja. Clintel, Er zijn uh, bewegingen genoeg op de, op, op de wereld. Maar op het moment dat er uh, uh, geïnfiltreerd is in de journalistiek, in de media... Dan schrijven journalisten ook naar wat uh, de, hè? wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Hè? Jazeker. Ja, ja. Ja, 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 ja. En ik geloof heel erg dat het hele coronaverhaal van Thijs van der Brink, die nu oprecht bezig is om te kijken van hoe heb ik me eigenlijk gedragen als journalist in dat hele coronaverhaal. Dat, dat er ook uh, uh, echt gladde jongens rondlopen die gewoon helemaal niks hebben met het hele verhaal, weet je wel. Nee. En, en ook gewoon zo gewoon minkukels zijn zoals de hoofddirecteur van de Volkskrant die gewoon zegt van ja, we gaan met de regering mee. We gaan ons niet verweren tegen de tegen nee. maatregelen. Ja, maar dat is gevaarlijk, inderdaad. Ja, natuurlijk. En ja, 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 ja. Ja, ze zeggen hier nee, voor niks, de journalistiek die, die, uh, die, die controleert de democratie. Uh, president Kennedy heeft zelfs een keertje opgeroepen van uh, je journalisten laat me niet in de steek. Ik, ik vertrouw op jullie, want zonder jullie begin ik niks. Nou ja. Ja. Er is er veel te doen? Ik denk het wel, Niels, ik denk het wel. Hoe lang gaat Want to Know nog door? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ja, ik ben natuurlijk ook wel een beetje om me heen aan het kijken. En uh, ja, ik zou het heel fijn vinden als er, eens een keertje een bedrijf komt of mensen komt die zeggen van, nou, ik zou het wel een keertje met je willen praten om eens te, 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 ja, het over te nemen of uh, wat je al geleidelijk. Maar ik vind, ik vind het nog te leuk om ermee door te gaan. Ik kan natuurlijk altijd de stekker eruit trekken. En er staat dan een archief van, van 3.500 artikelen ja, van ja. allerlei pluimage. Dus dat is het punt niet. Maar ik denk dat er ruimte is naast al die andere media die we straks ook hebben genoemd. En naast alle andere sites die gewoon hetzelfde werk doen als ik op een iets andere basis. Uh, ja, om, om, om mee door te gaan. Dus. Ja, wat ik wel leuk vind ook van die nieuwe media. Dat, 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 zo zie ik de want to know dus ook. Het zijn allemaal verschillende smaakjes, ja. verschillende stromingen, ieder, ieder zijn eigen unieke geluid. Juist. En het zie je bij Woonten nou ook. En dat, ja. dat, dat kan ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat, het, uh, dat het eigenlijk het mooiste zou zijn dat dat gewoon ook zo blijft. Ja, maar daarom is het ook niet zo makkelijk om iemand dan te vinden die dat precies <laughs> ja. inpast in die schoen. Precies. En, ja. en, en uiteraard hoeft het niet zo te blijven. En mag best. Uh, uh, ik heb er dan op een gegeven moment ook niks meer over te zeggen. Maar ik zou het heel fijn vinden als het door zou kunnen gaan. Ten ja. te meer ook de geschiedenis en de verbinding met Wontenoopt.info. Ja. Uh, want uh, uh, ja, als we over energie praten en over bewustzijn, dan praat je over een veld wat inmiddels gecreëerd is en waar ik niet, waar ik samen met Tessa de, het zaadje voor heb gelegd, maar wat inmiddels in de lucht hangt. He? Dus jij straks, zei straks, ik zal het logo eventjes projecteren. Ja. Maar dat heeft een bepaalde energie, dat heeft een bepaalde karakteristiek. En op het moment dat mensen dat denk, denken, van nou, ik, ik vind dat interessant. He? Ik ga een, of een nieuwsbrief nemen of ik ga wat vaker lezen enzovoort. Ja. Of ik ga er me eens tegenaan bemoeien. Maar ook mensen die gewoon iets opsturen van hun eigen boek of, of een artikel schrijven, weet je wel. Dus uh, ja, de toekomst zal het leren, Niels, laat ik het zomaar eventjes even zeggen. Uh, ja, want het was ook even een andere vraag nog van mij. Uh, want je hebt natuurlijk 15 jaar lang uh, nieuws geproduceerd, informatie staat op jouw website. Uh, is, is het niet verstandig om dat misschien uh, ook offline uh, te bundelen? Dat het niet alleen maar online staat? Nou, dat kan altijd. Hè. Uh, Want je weet natuurlijk nooit hoe gek het nog gaat worden. Nee, he? dat klopt hoor. Maar mijn, mijn, mijn webmaster die, die, die back-upt elke week. Dus de, de hele site ligt er nu van vorige week. Dus er kan altijd. Uh, en er kan mee gebeuren wat we willen. We kunnen files, we kunnen dingen eruit lichten. Dus ze worden op, ze worden op kenmerk worden er artikelen in het systeem gezet. Dus als we zeggen ik wil uh, iets weten van uh, corona, en dan klik je op corona en dan zie je alle corona-artikelen. Oh ja. Dat is, ze zitten nu al op. Hè? Dat is die wolk die ook uh, op veel websites staat. Uh, ja, en, en uh, ja, dus, er zou nog veel meer mee kunnen gebeuren. Ik heb, uh, ik heb de naam wantano.tv ook uh, gedeponeerd. En die betaal ik nog elk jaar. Je kent het verhaal van TV, hè? dat is Tuvalu of zoiets. Dat is een eilandje ergens in de Stille Zuidzee. Daarom hebben ze de, uh, de, uh, uh, de extensie TV. Serieus? Ja. En ik betaalde 36 euro per jaar. Terwijl de andere dus heb je een tientje of weet ik veel voor je naam. <laughs> en die mensen op Tuvalu zijn schat aan hemeltje rijk aan het worden. Want dat geld dat gaat eigenlijk naar hun gemeenschap. Want zij hebben dat, die TV gedeponeerd. Dus ja, ik, ik vind het geweldig als ik dat vooral las. Dan denk je, elke keer als ik op al tv is, dan moet ik hier aan denken. Maar Ongelooflijk, hè? Ja. Maar goed, de, uh, want een tv is er ook. Dus er zou wat dat betreft ook een, een extensie in kunnen liggen. Dat we de, de digitale uh, stap maken die kant op. Ja. Maar goed, dat zal, niet, uh, dat zal niet meer in mijn juridictie liggen om te, um te gaan doen. Ja, nee, maar het is natuurlijk een hele mooie bibliotheek geworden van allerlei ja. informatie. Ja. En, ook, ja. dus, en, en het maatschappelijke en het spirituele uh, is, is binnen hand ja. Dus uh, ga er naartoe mensen. Uh, Wantunow.nl. Uh, ja, uh, volgens mij een schat aan, aan, aan informatie waar uh, alle beginnende mensen die uh, op een zoektocht zijn uh, terecht kunnen. Dus ja. uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, Niels, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je uh, ja, voor je gesprek. Ik vond het heel fijn. En uh, ja, niet in de laatste plaats, door het feestje natuurlijk wat we gevierd hebben. Ja, want, nog gaan vieren. En we, hè, want, en we gaan nog vieren. Want dat dag is nog niet om. Hè? Ik wou zeggen het. Eh. <lacht> <lacht> Trouwens, dat, nog even een slotvraag. Want uh, uh, ik kan me voorstellen dat de mensen in het veld die denken: van... hoe heeft die nieuws het voor elkaar gekregen dat we Guido met een petje opkrijgen? Dat is ja, toch, ja, hoe is dat mij gelukt? Maar, misschien dan... ben ik veel naïver dan iedereen denkt. Kan dat <lacht> <lacht> Maar goed, uh, het staat op beeld, dus ja, ja het is, ja, is al gebeurd, hè? Ja, wel goed, dankjewel. jij bedankt. Leuk jo, dat je er was. Jo. Ja, onderzoek. En uh, nou, de mensen, uh, iedereen, dank voor het kijken. Volg ons op uh, social media. We zijn binnenkort weer met een uh, nieuwe uitzending van de Nieuwe Tijd podcast. Uh, volg ons en deel deze uitzending voor een uh, hoger bewustzijn. Uh, en uh, ja, Spotify zitten we op, je zit op Apple. En uh, ja, deel de uitzending en graag tot de volgende keer. Bye bye.